Ohio is Plein Overheid, heet het volledig. Dat is vorig jaar, dit jaar nog, begin januari is het opgezet. En het is eigenlijk een platform van, voor en door de Nederlandse overheid. Ik zeg dat een soort Facebook plus LinkedIn plus Twitter. En je kan er van alles doen. Je kan er een eigen groep maken of zelfs een hele eigen deelsite. En dan heb je een gereedschapskist vol met functionaliteiten. Je kan bestanden delen, je kan wikipagina's, met elkaar in wikipagina's werken. Mm-hmm. Video's delen, foto's delen, een evenementenkalender bijhouden. Het is heel veelzijdig en je bepaalt gewoon zelf wat jij in jouw groep wil delen en met wie je dat ook deelt. Wat ik het meest heb ervaren is dat de grootste oplossing die er wordt geboden, is dat je onafhankelijk van waar je bent, bij die informatie kan in groepen of op een deelsite. Kijk, het probleem nu is heel vaak als het gaat om samenwerken tussen organisaties, hè, dus ja. Mensen van een andere afdeling of een andere overheidslaag, dus tussen gemeentes of provincies of departementen. Zodra je niet meer bij elkaar in één gebouw zit of op één afdeling werkt, is het vaak heel lastig om bijvoorbeeld documenten te delen. Dan stuur je een PowerPoint en dan is iemand e-mailbox meteen vol. Of je kan het maar met een paar mensen delen. Je hebt geen gezamenlijke plek om informatie op te slaan. En dat is wel een van de belangrijkste, gewoon praktische dingen die worden opgelost met Plaio. Dus over waar je ook bent, je kan ook met je iPhone, met je iPad of via een laptop of een computer, kan je gewoon heel makkelijk bij die documenten, bij die informatie op een deelsite bijvoorbeeld. Er zijn heel veel departementen, heel veel ministeries op dit moment op Plaio, maar ook heel veel gemeentes en provincies, maar ook juist samenwerkingsverbanden van organisaties. Dus bijvoorbeeld veiligheidsregio's, dat gaat over gezamenlijk optrekken van gebieden tijdens bijvoorbeeld rampen of zo. En juist dat element van tussen organisaties die met elkaar informatie willen delen of kennis willen delen of kunnen samenwerken, die zit op Plaio. Dus het gaat over alle lagen van de overheid. En zelfs scholen kijken ernaar, universiteiten zijn aan het bekijken van wat is het. Maar het gaat over alle lagen van de overheid. Ja, inderdaad, een belangrijk punt van Plaio en ook een van de redenen waarom het indertijd is opgezet, is dat we graag een Nederlands platform wilden, ook een platform van de overheid, zodat ook de gegevens die je daar met elkaar deelt, dat die in Nederlandse handen zijn en dat die veilig en betrouwbaar opgeslagen worden, maar dat ze ook vrij deelbaar zijn. Dat als je eventueel van platform zou willen veranderen, dat je je gegevens, alle documenten die je erop hebt gezet, dat je die ook makkelijk mee kunt nemen, eventueel naar een ander platform. Nou, we hebben natuurlijk gezorgd voor een veilige hoster. De gebruikelijke technische veiligheid, daar hebben we allemaal goed naar gekeken, zodat er gevaar voor hacken, dat zo beperkt mogelijk is. Zeg maar zo, begin december hadden we bijna 20.000 mensen die een account hebben aangemaakt. Dus 20.000 deelnemers, zeg maar. Nou, sommige deelnemers doen natuurlijk mee aan verschillende groepen of verschillende deelsites. Er zijn bijna 300 deelsites aangemaakt. Dus dat zijn organisaties of groepen die een hele eigen site op Plaio hebben gemaakt. En er zijn honderden groepen op Plaio, dus die in een kleiner verband samenwerken. Dus dat neemt een hoge vlucht op het moment. En heel veel organisaties zijn aan het kijken van is dit iets waar ik iets mee kan om de wensen die ik zelf heb, van open en transparant samenwerken, is dit daar een praktische tool voor? En kan Plaio iets voor onze organisatie betekenen? Wat ik hoop is dat steeds meer overheidsorganisaties in ieder geval gaan kijken wat Plaio is, maar nog belangrijker dat ze zelf gaan nadenken over
over met andere organisaties of gewoon met burgers of marktpartijen samen te werken. Want ik denk dat het heel veel organisaties binnen en buiten de overheid willen graag met elkaar als een online netwerk samenwerken, gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Maar dat is nog niet altijd makkelijk. En dan heb ik het niet altijd gewoon alleen over de praktijk van hoe doe ik dat. Maar dat is wel een grote hobbel. En als we met Pleio dat soort dingen kunnen, die hobbels, in ieder geval de technische hobbels, kunnen wegnemen, dan denk ik dat er veel ruimte komt om echt met elkaar samen te werken en kennis te delen.